President Chandrika Prasad Santokhi wil in overleg treden met het Meta Facebook en het Amerikaanse bedrijf een lijst aanbieden van geaccrediteerde mediahuizen voor erkenning als officiële mediakanalen in Suriname. Het staatshof opperde dit na zorgen van redacteuren over toenemende cyberaanvallen en massale rapportages op social media, wat hun werk belemmert. Tijdens de bijeenkomst tussen Satoki en verschillende mediahuizen werd gesproken over hackaanvallen en ongegronde meldingen van mediaberichten. Cyberbeveiligingsteams en nationale veiligheidsdiensten onderzoeken de kwestie verder. Suriname heeft een belangrijke mijlpaal bereikt met de goedkeuring van de 7e beoordeling van het IMF-herstelprogramma, wat volgens president Santokhi de zwaarste evaluatie tot nu toe was. Het IMF erkende de vooruitgang in het stabiliseren van de economie met groei, dalende inflatie en herstellend investeerdersvertrouwen. Met de goedkeuring krijgt Suriname toegang tot $62,5 miljoen. De president benadrukt dat verdere hervormingen noodzakelijk zijn om economische stabiliteit en welvaart te waarborgen. Van 9 tot 12 september 2024 nam een Surinaamse delegatie, geleid door Juan Pabiro Regio van het ministerie van Bibes, deel aan een monitoringcomité-meeting in Cayenne, Frans-Guyana. Dit gebeurde in het kader van het Interregionaal Amazone Samenwerkingsprogramma 2021-2027, gefinancierd door de Europese Unie. Het programma richt zich op samenwerking binnen het Guyana Shield en omvat projecten zoals de aanleg van een nieuwe aanmeersteiger in Albina en de bestrijding van malaria.